Feestmuziek van Francis Poulenc. En het publiek is ook meteen gaan staan. En dat snap ik wel, na zo'n bruisend, sprankelende uitvoering. Een eeneiige uitvoering van dit concert voor twee pianos en orkest. Van Francis Poulenc door het Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van James Gaffigan. Met als solisten de zusjes Florence en Isabelle Lafitte. Geen idee wie van de twee Florence is en wie Isabelle. Er is inderdaad een links en een rechts. Ze hebben ongeveer gelijksoortige jurken aan, waarbij de een meer rood en de ander meer groen is. Maar als je het omdraait, is het volgens mij nog steeds precies hetzelfde. Als u wilt weten hoe het eruit ziet, volgende week op de website van Cultura24 wordt het concert vastgelegd. Zoals het is vastgelegd met camera's. Groot enthousiasme. Wat is die Poulenc toch een heerlijke componist. De meest speelse. Van in ieder geval de groep De Six en misschien ook wel van de componisten die we kennen. En wat is het dan leuk om te constateren, terwijl er in Amsterdam deze dagen een World Minimal Music Festival gehouden wordt, dat je in dit concert van Francis Poulenc, geschreven in 1932, nota bene, al flarden hoort langskomen, ook weer gebaseerd op zijn beurt op de...